3 maanden voor de zomervakantie van 2017 ben ik mijn vader kwijtgeraakt. Al mijn klasgenoten waren bezig met goede cijfers halen en ik was bezig met hoe kan ik niet de hele dag huilen en mijn leven weer normaal hervatten. Door de coronapandemie zijn er wel dingen degelijk voor mij veranderd. Zo kan ik moeilijker bij vrienden zijn. Als ik met mijn psycholoog wil bellen, dan moet dat allemaal wel online, zeg maar. En als je dat fysiek doet, dan heb je toch wel de fijne contact erin en kun je dingen makkelijker bespreekbaar maken. Ja, eigenlijk door met mensen heel veel te praten en ook doelen voor mezelf op te stellen, heel veel mensen niet de juiste hulp krijgen die ze nu echt nodig hebben. En daarom is bijvoorbeeld een belletje naar iemand echt ontzettend waardevol. Elkaar heel even zien op afstand, ja, dat kan heel wat betekenen.